Het is alweer maandagochtend en ze hebben naar me geluisterd. Want ze boren na 8:00 hier. Mijn moeder staat onder de douche. Super vrolijk. Wat is dat nog? Nou, net was ze de hele tijd aan het zingen en nu houdt ze nu op. Hé, jammer nou. Nou. Nou, super vrolijk. We gaan vandaag de verjaardag van mijn moeder vieren. Op de dagbesteding. Leuk jurkje aandoen. Ik ga weer even verder. Nou, het is nog steeds maandagochtend en mijn moeder is nog niet opgehaald. Het is nog 9:55. En ik moet nog taart kopen. Dus ik wacht tot mijn moeder gewoon wordt opgehaald. En als deze video stopt, dan is waarschijnlijk de taxi die mij belt. Dus in de tussentijd ga ik eventjes een paar dingetjes pingelen. Vet irritant. Ook ik heb trouwens mijn haar gewassen, zoals jullie zien. Dus ik moet nog die vlechtjes erin doen. Ja, mama, je bent maar... Mama ziet er echt trouwens heel mooi uit. Kijk, met je mooie jurkje. Leuk hoor. En je legging. Je moet niet zo verdrietig zijn hoor. Het is vandaag, jij bent vandaag jarig. Of nee, morgen officieel. Ja. Ja. En wie komt er aan? Wie komt er aangelopen? Kijk eens hierheen, hè. Wow. Speciaal voor jou. Mooi. Vind je het mooi? Ja. Heel mooi. Dank u wel. Ik zou zeggen, even gerust je taal. Ik zet hem in de keuken in een vaas.
Wil jij een emoticon meegeven als ze weggaan? Een ember is ook goed. Dat is ook mooi. Ik hou ook rekening mee dat ik haar niet meegeef als ze weggaan. Ja, ik heb, nou, ik kan hem ook meenemen, maar we moeten wel even wat dingetjes. Nee, dat moet wel, denk ik. Ja, ja, het gaat op. Lief, hè? Zit je lekker te genieten? Ja, ja, doe wel. Altijd. Ja, dat ben ik. Ben jij, hè? En wat heb je hier gekregen? Ik ben hier. Een kaart. Dat is een mooie. Mooi, hè? Kijk, onze clubfotograaf had je ook nog even op. Zo, het is al 12:30 's middags en ik ben weer thuis. Lekker taart gegeten bij de dagbesteding. En nu ga ik mijn haar in twisters doen. En daar gebruik ik de olive oil spul voor. Want ik heb dus vanochtend mijn haar gewassen. En ik ga dit er dus in doen. Ik heb nodig verder nog een kam en elastiekjes om de rest bij elkaar te doen. En dan ga ik even laten zien hoe ik mijn haar twist.